Dan ben ik pas 28. Ja. Waar zit ik maar zo? Hallo. Moet je melk hebben? Nee, ik drink hem helemaal zwart. Oh, jij wel, hè? Zal ik jullie even vertellen wat we hier eigenlijk doen? Ja. Dat is misschien wel prettig, hè? Ja, nee, wij zijn hier. We gaan van Hendrik Groen, het boek Hendrik Groen, hebben jullie vast van gehoord. Wat zich zou afspelen in dit tehuis. Daar is een boek over geschreven van een man die vertelt hoe dat hier allemaal gaat. En wat jullie met elkaar bespreken, wat jullie doen op een dag. Het is een grappig, maar ook een ontroerend boek. We gaan met een groepje van 6 jonge mensen, van mij, ik ben 28, gaan wij dus die ouderen vertolken. Ik ga Hendrik Groen spelen, dus een 80-jarige Amsterdammer die in jij dit... Gaat hem spelen? Ik ga hem spelen, ja. En ik ga natuurlijk... Ja, ik moet kijken hoe dat dan is om het fysiek aan te nemen van die man. Dus dat gaan we doen. En vandaar dat we een dagje hier meelopen met jullie. Om, als het mag, te kijken naar wat zo'n dag hier voor jullie betekent.